Lekker vriendin, ik mag een vraagje weer met Pissen uitgelegd. Volgende week ben ik hier gebleven. En ik zie nu in de hoofdmenu dat er ook escape plans zijn met tree climbing en barbed wire. Dat is wat ik ook op mijn... hoe heet die kring ook alweer? Die fences en die vehicle hijacks kunnen dus blijkbaar ook nog gebruikt worden. Om te ontsnappen. Het is toch maar goed dat ik hier ook vast wat van de barbed wire op... hoe heet die muren? Veilige omheiningen heb gebouwd. En ja, ondertussen moet ik even gaan kijken wat we ook weer bezig waren. Oh ja, we waren bezig met deze twee dingen. Die hebben we nu in ieder geval klaar. En nu kunnen we hier wat anders neerbouwen of neerplaatsen. Iets van een ruimtetje of zo. Van een winkel of iets in die richting. Oh ja, en we waren bezig met deze pendel om die weg te halen hier. Dan kunnen we hier een opslag van maken, als ik goed heb. Volgens mij wel. Het is ook even wachten op geld weer, want het is ook wel even nodig. Dat is ook wel logisch. Oh, en die moeten allemaal nog een eenzame opsluiting, maar... De meeste valt dan nog niet mee gedaan. Bewakers moet ik wel zat hebben, denk ik. Misschien twee artsen erbij. Voor zekerheid. Oké, okay, iedereen gaat douchen. Ik ga eens even grondig onderzoek even regelen. Dat is ook wel even nodig. Eens kijken of er al tunnels zijn gegraven ondertussen. Er zijn gewoon 32 bewakers. Oh ja, een tunnel. Nog een tunnel. Die was ook al bijna buiten. Kan toch niet? Oké, deze is bijna helemaal klaar. Kamer, deze mag gewoon weg. Mogen deze voorwerpen weg. En deze deuren. Dat moet de personeelsdeuren van worden. En dan moet hier nog een fundering op de plaats voor. Oh, daar hebben we nog goed geld voor. Top. Oké, dan kan deze gewoon weer allemaal weg. Dat zijn de handen hier niet nodig. Dus iedereen gaat weer lekker bezig van als er nog wat. Toch kunnen we hier een opslag van maken.
Oké. Kunnen ze daar nu alles gewoon in plaatsen? Zo handig op zich. Logiek. Nee. Alleen personeel, dat is dat, dat. Personeelskamer ook, beveiligingskamer. Deze kantoortjes moeten dat ook eigenlijk gewoon. Zo ja, dat lijkt me wel verstandig. We hebben al die bouwvakjes ook even wat te doen. Want ja, al die kisten nu gewoon op om daarin te pleuren. Dat is wel handig op zich. Och, zijn we wat mensen aan het rellen. En die zijn weer niet meer nodig. Heel wat bloedvlekken en alles. Oh my god. Dat is altijd irritant eraan. Oké, ik ga hiervan een bibliotheek maken en hier gewoon een postkamer van. Ik bedoel wel een beetje verstandig om op één plekje te hebben. Dan kunnen we mijn winkel nog wel ergens anders een keer neerzetten. Tafel. Ja, mooi. Past. Bibliotheek. Past ook nog. Onvoldoende geld kunnen we natuurlijk ook nog. Nou ja, niet zo erg probleem. Maar er is in ieder geval wel wat meer werkgelegenheid in onze gevangenis. Kunnen we deze gewoon hier al nog een beetje neerzetten? Lekker even wachten. Oké, dan zijn al die gevangenen hieruit. Dat is ook mooi. Dan kunnen ze allemaal even. Oh ja, jezus, die zijn veel. Oké, hier nog. Hier en hier. Logistiek 11 banen en 7. Dat lijkt me nog wel redelijk goed. Moeten natuurlijk ook wel wat bibliotheekboeken voor gesorteerd voor worden. Gesolliciteerd wou ik zeggen. Dat is niet de goede benaming. Oh ja, hier wil ik nog een aantal stoeltjes neerzetten voor iets. Ik weet niet precies wat. Waarom hebben ze allemaal geen kleding aan? Last name unknown.
nu is die bende daar natuurlijk geweest. Programma's. Deze hadden we nog. Daar heb ik nog een sigalof voor nodig. Nog één. Ik snap niet wat ze daarmee bedoelen. Alle kamers voor personeel. Oké, ja, wat nu? Want de ziekenboeken, de matten waren, die zijn niet verklaard. Ik heb de opslag gemaakt. Ik heb mijn bibliotheek en postkamer gemaakt. En aan de groepsruimte, dat wat we even geregeld om één dingetje neer te zetten. Lijkt me nu dat ik dit ga uitbreiden. Daar heb ik nog heel veel geld voor nodig. 18.000. En een beetje, dus dat wordt even sparen. En wanneer we de celbrokken hebben, dan kunnen we ook weer. Waar we wakers en die honden dingen regelen. En dan moeten we waarschijnlijk ook nog een keer de isoleren uit gaan breiden. Hoeveel hebben we er nu nodig? 3 wachten nog. 32 opgesloten, 48 in eenzame opsluiting. 1 lijk. Hoeveel cellen hebben we eigenlijk? 3, 6, 9. 18. 27. 36. 45. 54. 72 plus 10, dat is dus 82. Dat zal wel genoeg moeten zijn, denk ik. 82, zo duur. Nou ja, maar gelukkig hebben ze niet veel ruimte nodig. Het enige wat ze nodig hebben is nog een toilet. Kom ik net achter. Volgens mij heb ik ook wat meer schoonmaak, want het begint een beetje vies te worden hier. Oh ja, de waterleidingen die heb ik overal neergezet, behalve de wc's niet. Handig.
Even zien, personeel. 4 schoonmakers, jezus. Lijkt toch een team van maken. Dat is het enige plekje waar ik geen water heb. Oh my god. Nu zo dadelijk wel, denk ik. Hoeveel is mijn gevangenis eigenlijk al waard? 500? 1000? Dat is niet echt veel. Volgens mij gaat de waarde wel heel veel op. Ja, als de capaciteit en zo, het personeel en alles. Wanneer alles gewoon een beetje omhoog gaat, komt dat ook wel goed. Bossen is een steen. En dat blijft maar hoger gaan. Zo blijft dat zo hoog gaan. Want ik ben op het moment nog helemaal niks aan het bouwen. En dat geldt precies hetzelfde voor de voorraad en het materiaal. Misschien wordt de steen wel steeds duurder. Bergen, een deelte wordt ik gebouwd. Via de waarde gaat van omhoog. Dat zou dan zo kunnen. Dan heb je de lamp en voorzieningen nog. Poepoe. Alleen de leningen, daar ben ik niet heel blij van, maar oké. Okay. Ja, leningen is toch 0 euro. Maar is dat een subsidie bedoel ik. Dat kan ik natuurlijk ook doen, gewoon aandelen verkopen. Maar dat is waarschijnlijk niet handig op een lange termijn. Dat lijkt me dus niet echt heel verstandig. Misschien moet ik wel eens. Die moet ik hebben. Dan heb ik minder belasting. Oh, dat kost best wel wat. Moet ik maar even zien. Ik moet dan in ieder geval de volgende aflevering beginnen met die nieuwe cellenblokken. Ik ben toch wel verstandig om te doen. En ik stel ook alvast even in dat ik hier 250 van ga maken. Zodat ik dan de volgende aflevering in ieder geval veel dichterbij het doel ben om te halen van de cellenblokken. Want die heb ik gewoon hartstikke hard nodig. En als ik die heb, dat is natuurlijk veel fijner om te... gelijk mee te beginnen. En dan kunnen we natuurlijk ook daarna de buitenlandse belastingsparadijs. Dan heb ik nog minder belasting en dan krijg ik betere cashflow. En daarbij kan ik dan ook de wapenkamer in de kernel gaan maken, of ja, uitbreiden. Om dat ook nog even te kunnen regelen. Want die hebben we ook nog hard nodig. Want ja, 2, daar heb je niet veel aan. Als je nou iets van 20 hebt, dan praat je pas... heel erg. En ik heb dan ook binnenkort ook nog 2 gevangenen die vrijkomen. En nog 88 die nog in aanmerking komen. Dus dat is ook nog behoorlijk iets wat ik ook nog heb. En dan heb ik dit natuurlijk nog, de capaciteit van 200, waar ik waarschijnlijk hierbij wel ga halen. Dan kan ik het ook nog een beetje boven uitbreiden, dat zou ook nog natuurlijk kunnen. En het onderwijs, dat komt vanzelf wel. En uitstekende bedden, dat moet zelf ook nog wel een keer komen, want ik hier meer personeel heb. Ja, gekwalificeerde banen zijn er natuurlijk 0. Maar, als ik even ga kijken bij de programma's. Drie zijn wel geslaagd. 8 zijn er voltooid en 16 zijn er nog geïnteresseerd. Ah, dat is positief. Of, ik ga nu deze aflevering afsluiten. Ik hoop het leuk vond. Geef een like op mijn kanaal. Zie ik de volgende keer weer. Later.